Van Neuralink naar de volgende neuroscience, psychology and the evolution of international relationship van Jeremy Garlick. Ja, laten we maar niet eens gaan wat ik vind van al die puzzelstukjes en hoe het een groot experiment weer is. Experiment op experiment waar er gewoon mensen voor gebruikt worden. Ik voor gebruikt word. En het hele leven en al die abuse. Al. En het gaat gewoon maar door. Het gaat gewoon maar door. Politie, alles heeft hier gewoon mee te maken. Maar wat hebben we? Ja? Het gebied van internationale betrekking, IR, is een sociale wetenschap. De sociale wetenschappen bestuderen de sociale interactie van mensen. Maar veel hedendaagse IR-theorie, vooral in de kielzorg van Kenneth Waltz, invloedrijke neorealistische herconfiguratie van het veld, uit 1979. Ga door met het negeren, onderbenadrukken of afwijzen als irrelevante serieuze wetenschappelijke vraging met betrekking tot de menselijke natuur. Het meest significante is dat de huidige IR-theorie in het bijzonder geen antwoord geeft op de vraag hoe de laatste bevindingen op het gebied van cognitieve psychologie, neurowetenschap en menselijke evolutie van invloed zijn op de wereldpolitiek en de mondiale politieke economie. In de zin dat de IR-theorie de veranderingen in die wetenschappelijke gebieden in de afgelopen eeuw niet heeft erkend, blijft ze dus rusten in een diepe, nieuwe, Newtoniaanse sluimer, waaruit ze nog moet ontwaken. Natuurlijk was het niet altijd zo dat de IR-theorie de menselijke natuur negeerde of de nadruk legde. Onder leiding van Hans Morgenthau hadden de klassieke realisten van de jaren 40 en 50 invloed door rampzalige gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. En pessimistische kijk. Ze drongen erop aan dat mensen egoïstisch zijn en dat de IR-theorie zelfhulpgedrag moest centraliseren bij het analyseren van internationale interacties tussen staten. Echter, Morgenthau's kijk op de menselijke natuur is sindsdien door veel IR-wetenschappers als onwetenschappelijk beschouwd en er is geen bewijs om dit te ondersteunen. Voor realisten en de reguliere IR-theorie veranderden de dingen toen Waltz de economische rationale keuzetheorie introduceerde bij IR en deze toepaste op het gedrag van staten in plaats van mensen. Na Waltz was theoretisch onderzoek meestal gebaseerd op één hoofdidee, dat de anarchistische aard van het internationale systeem dicteerde het gedrag van staten. Deze noties zouden de relatief ongestructureerde benadering van Morgenthau systematiseren en de IR-theorie op een meer wetenschappelijke basis zetten. Aan de andere kant van het neo-neo-hek. Neo-neo-fans, ja. In de neoliberale school hielden wetenschappers vol, ondanks hun brede acceptatie van Waltz' conclusies, dat het mogelijk was om een optimistischere kijk op het gedrag van staten te hebben. Zelfs bij connecten even in the presence of convicts.
Zelfs bij connectan. Wat is dat? Conflicten. Zelfs bij conflicten kan samenwerking via instellingen en andere afspraken worden gerealiseerd door het bestaan van gemeenschappelijk belang. Maar ondanks hun veronderstelling dat het internationale systeem de enige drijfveer is voor het gedrag van staten en het daarom niet nodig is om te verwijzen naar de menselijke natuur, baseren zowel het neorealisme als het neoliberalisme hun argumenten impliciet op een rationalistische, simplistische kijk op de menselijke psychologie. Ze ontlenen deze visie aan de kernaanname in de versie van rationale keuzetheorie, die jarenlang de academische studie van de economie domineerde. Dat mensen zelf belangrijke maar rationale keuzes maken om doelen te bereiken die hen ten goede komen, zelfs ten koste van anderen. Helaas is door bevindingen van de afgelopen decennia in de neurowetenschappen en cognitieve psychologie aangetoond dat deze conclusie grotendeels onjuist is. De bevindingen van zowel de cognitieve en evolutionaire wetenschap als de psychologie laten zien dat mensen niet altijd rationeel zijn en ook niet altijd hun egoïstische belangen boven die van anderen stellen. De werkelijkheid, zoals de Nobelprijswinnende psycholoog Daniel Kahneman heeft aangetoond, is veel complexer. Kahneman en andere wetenschappers baseren hun conclusies op twee belangrijke bevindingen, die zijn afgeleid van duizenden experimenten en observaties. De eerste is dat de mens zich niet netjes in twee Cartesiaanse helften verdeelt, geest en lichaam. In plaats daarvan werken de twee samen in een complex netwerk van chemische en neurologische processen. Het is nu bijvoorbeeld algemeen bekend dat de activiteit van darmbacteriën de hersenenontwikkeling, functie en stemming beïnvloedt. Stoornissen die voorheen als puur mentaal werden geïdentificeerd, zoals depressie en angst, hebben nu begrepen fysieke aspecten zoals een tekort aan de neurotransmitter serotonine. Mentale activiteit is daarom onlosmakelijk verbonden met de fysieke processen. Rationale keuzetheorie zou voorspellen. In feite is sociale samenwerking eerder regel dan uitzondering. Historisch gezien waren mensen voor hun voortbestaan afhankelijk van samenwerking in groepen. Onderzoek door Richard Wrangham, een professor in biologische antropologie aan de Harvard Universiteit, onthult dat mensen zijn geëvolueerd om vreedzamer en coöperatiever te zijn binnen groepen dan de meeste dieren, met name hun naaste neven, chimpansees en bonobos. Voor drinken. Wrangham concludeert echter ook dat geweld tussen groepen meer uitgesproken onmenselijk is dan andere dieren vanwege een evolutionaire neiging tot wat hij proactieve agressie noemt. Geweld met voorbedachte raden tegen criminelen en outgroups. Het erkennen van deze twee bevindingen heeft belangrijke implicaties voor de IR-theorie. Vooral in zijn neurorealistische en neoliberale incarnaties. Interessant is dat de bevindingen van de wetenschap niet noodzakelijk in tegenspraak zijn met de daarmee samenhangende hypothese van de zogenaamde neosynthese. In plaats daarvan transformeren ze en geven ze een radicale andere bewijsbasis. In plaats van
casualiteit vast te stellen op rationale keuzes en anarchie in het internationale systeem. Wordt het bestuderen van de neurowetenschap, biologie, psychologie en evolutie van menselijk sociaal gedrag van het allergrootste belang. Het wordt moeilijk om te bepalen wat een rationale keuze is. Wanneer stemming en gevoelens de besluitvorming beïnvloeden, en besluitvorming niet kan plaatsvinden zonder emotionele triggers, dan wordt de grens tussen rationeel en irrationeel wazig. De rationale keuze en het Cartesiaanse dualisme vallen weg en worden vervangen door een causale synthetisch tussen lichaam en geest die evenzeer afhankelijk is van biologie als psychologie. Het concept van vrije wil wordt als discutabel beschouwd en wordt vervangen door de termistische elementen die het idee van besluitvorming als een mentaal proces ondermijnen, waarover een persoon of een staat, die uiteindelijk een verzameling mensen is, van wie sommige leiders heeft volledige controle. Evenzo als tendensen tot samenwerking en conflict voortkomen uit een evolutionaire psychologie, waarin groepen de voorkeur hebben boven oude groepen. Dan moet de evolutionaire psychologie worden toegevoegd aan anarchie als een verklaring voor het gedrag van de staten en andere internationale factoren. De neiging tot conflicten met de andere staten of groepen en samenwerking binnen de eigen staat of groep zijn onveranderd. Uitkomsten zijn hetzelfde, maar de causale processen en onafhankelijke variabelen die zullen uitkomsten genereren zijn verschillend. De menselijke neiging tot vrede of geweld is verklaarbaar in termen van evolutie en socialisatie en niet alleen als een onderverstelde inherente eigenschap van het internationale systeem van staten, dat per slot van rekening nog maar een paar honderd of paar duizend jaar van de geschiedenis van de mensheid bestaat. Afhankelijk van hoe men het evalueert, de analyses van realisten van machtsverhouding te midden van internationale anarchie en de onderzoeken van liberalen over institutionele samenwerking, hoewel leerzaam, moeten worden samengevat in een theorie die concepten uit een reeks van theorieën bevat en psychologische factoren verklaart voortkomen uit evolutie en biologie. In feite is er al een poging in deze richting gedaan. Het boek van Deng Xiaoping uit 2013. De sociale evolutie van de internationale politiek doet een gedurfde poging om elementen van realisme, liberalisme, constructivisme, de Engelse school en de kritieke theorie van Foucault te integreren in een overkoepelende verklaring van de internationale politiek op basis van de evolutietheorie. Zijn sociale evolutieparadigma is dus een goed startpunt voor de bouw van een broodnodige macro-sociologie van de IR-theorieën, waarin inzicht uit andere vakgebieden zijn verwerkt. Wat de wetenschap uiteindelijk aantoont, is niet de conclusies van neorealisten en neoliberalen over conflicten en samenwerking noodzakelijk verkeerd zijn. Integendeel, de wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bewijsbasis voor deze theorieën in grote lijnen onjuist zijn. Causale verklaringen moeten opnieuw worden geëvalueerd, zodat de theorieën op een solide, empirisch fundament kunnen worden geplaatst. En evolutionaire aspecten, als er overtuigende verklaringen worden gevonden voor de neiging van staten om oorlog tot vrede te voeren of vrede te zoeken. Het is vanaf het Engels vertaald. Dus volgens mij is het best wel goed gegaan. Er zaten sommige
letters werden niet erkend. Dus dan komt er alleen een vierkant blokje en dat brengt verwarring naar het vertalen toe. Volgens mij is dat ook wel goed gegaan. Maar dit sluit echt gewoon weer aan naar mijn vorige video. Matrix Boss. Oud. Maar dit is één groot sociaal experiment. Het hele corona gebeuren.